Hij is de voorzitter van de World of Press en ik ben de CEO. Dit, dames en heren, zijn de windhonden. En we hebben er hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We missen er 2, dat is alles. Want er zijn 13 verschillende windhondvariëteiten in de selectie. De Irish Wolfhound, de grootste van allemaal. Dat komt bij de Parzooi. De hond van de Russische tsaar. De Afghaanse leeuw. De Saluki. Wipet. En dat komt bij de Kalmoesbeestvarkens. Toen Cromwell eerste minister was in Ierland, toen verbood hij in de jaren 1700 om te stoppen met de uitvoer van een Irish Wolfhound. Maar hij was te laat. Het ras stierf uit in zijn eigen land, in Ierland. En men heeft hem gerecreëerd door het gebruik van de second place. De tweede plaats is voor de Saluki. En de winnaar is... Zo hebben wij er vroeger gehad. We zien hem morgen terug. Zo hebben wij er vroeger gehad. De 28e Wallonië trofee. De winnaar is de Wimpert. Heel fijn om nog allemaal hier te hebben rond deze ring en je leven en welzijn. Tot morgen. Hoi, die meneer die had dan al kettingen hebben. Je mag, aan nummer 4 mag je al geven. Allemaal eigenlijk. Moet ik hem... Oké, okay, allemaal. Daar heb ik eentje tekort. Oké, okay, in mijn tasje. Ik ga nummer 3 geven. Wacht nog even, wacht nog even. Oké, ik heb nummer 3. Ik maak nummer 3. Wacht, meneer is nog aan het foto's nemen daarvan. Ja, nu mag je. Poopy doopy doopy doop, poop poop doop.